En zo kunnen wij samen nieuwe producten gaan maken. Nou, hier hebben wij een platform voor gebouwd, genaamd Let's Get Local. En dit is in essence een crowdfunding platform. Nou, je kan er gewoon naar de website toe, letsgetlocal.nl. Dus ik jullie ook allemaal van harte weer uit willen nodigen. En op dit platform kan je dus als producent een case uploaden van, nou, ik wil een natuurinclusieve haverdrank gaan maken. En ik heb 2000 bestellingen nodig, dan ga ik dat echt doen en dan komt het gewoon bij jullie. En dat kan ook vanaf de andere kant. Als een, nou, bijvoorbeeld een HVA zegt, wij willen een natuurinclusieve HVA-verdrank. Dan kan een producent zeggen, oh, tof idee, jullie gaan daar heel veel van af. Nee, ik ga het maken voor jullie. En dat faciliteert dit platform. Dus op dit platform komen producenten die met liefde een positief impact product willen maken. En consumenten die positieve impact waarderen en ook naar verlangen. Die komen elkaar hier tegen en zo starten wij campagnes. Nou, wij hebben al 3 hele gave producten. En dat vind ik ook top, omdat we deze producten nu vanaf het begin maken, combineren we het met een lifecycle analysis. Dus dat we ook onderzoek doen naar wat is de impact achter het product. En we doen het met unieke branding. Dus ik zou wel gewoon willen zeggen, dit zijn hele hippe, sexy en lekkere producten die we hier presenteren. En vandaag willen we eigenlijk de eerste 3 gaan lanceren. En 1 is Mokum's Supersap. Hier hebben we ervaring mee. En wij zien dat bij veel fruittelers gaat gemiddeld 30% van de oogst wordt heel veel minder waard. Omdat er een hagelvlekje op zit. Te groot, te klein. Maar het is nog gewoon lekker, helemaal puur en vol natuurlijke suikers. Dus die restroom, die waarderen we en die verzamelen en daarvan maken we Mokum Supersap. Nou, en als we weten dat er genoeg bestellingen gaan, dan weet de producent waar die aan toe is, gaan we persen en wordt het gemaakt. Dus het tweede product, en hier ben ik ook erg enthousiast over, dit wordt gemaakt van de wortels en de bieten uit de polder. Oerrassen zijn het, dus die zijn bijna vergeten, maar zo houden we ze nog in onze cultuur. En dan maken we deze felle limonades. Dus een soort regenbroog groentelimonade. Nou, die kunnen wij nu samen hier in de markt gaan zetten als wij daarvoor openstaan. En ik voel ook al meteen een soort trots in de vlag die daar uit voorkomt. En als laatste van de boeren van Amstel, de sportiefste kwark. En ook nog eens goed voor de weidevogels. Dus hoog in eiwit. En als je hier de toren opklimt, kan je over de weilanden kijken en dan zie je gewoon de vogels. Dus aandacht voor de natuur op die weilanden. En het maakt een eiwitrijk, supergezond product. Nou, nu zou ik een call-out willen doen. Want ten eerste, wie lijkt dit wel wat? De mogelijkheid om samen dit soort vette producten te gaan maken. Oh, hey! Nice, nice. En wie wordt er specifiek warm van het Mokum Supersap? Alright, alright. 8, 12. Prachtig, wat tof. En wie zou zich wel in willen schrijven op een palletje Rainbow Juice? Oh yeah, that's what we talk about. Oh, first, eerste proeverij. Dat, we'll taste it first. En dan als laatste, want ik weet dat gezondheid een thema is en wij willen fit en fris door het leven kunnen. Dus wie zou zich wel intekenen op zo'n sportieve kwark? Hey, fantastisch. Nou, en kijk, dit is dus, ik ben ook heel trots. Het is niet alleen maar een praatje. Het is niet alleen praten over impact. Nee, het zijn echte, tastbare producten. Die we zo meteen gewoon kunnen eten. Die lekker zijn. En die jullie mogelijk gemaakt hebben. En die de producent met veel liefde heeft kunnen telen. Hier kunnen we samen echt trots op zijn. Dus ik zou jullie allemaal uit willen nodigen. Ga naar letsgetlocal.nl. Check de proposities, teken je in en samen met onze producenten gaan we aan de slag. En wij ambiëren eerlijk gezegd wel dat over 4 weken, dan zijn die eerste producten klaar. Dan gaan we ze proeven en gaan we met jullie als koplopers nu het vervolg een extra trap geven. En ik heb er heel veel vertrouwen in en ben blij om eindelijk zo'n concrete manier tegen te komen om positieve impact te maken. Nog? Oh ja. Want als jullie hier meer aandacht aan willen besteden binnen jullie bedrijven, bieden we ook graag de hulp aan om hier
meer inspiratie voor te creëren. Dus bij deze uitnodiging kan je contact met ons opnemen en we komen graag op locatie om een proeverij te geven, een marktje, een uitdeelactie. En zo zorgen we dat ook het bewustzijn, de aandacht en de waardering voor die producten groeit. Ik zag een vraag daarachter. Ja, wat gebeurt er als het bedrag bij elkaar is? Dan, van de campagnes, wat dan? Dan gaan we het maken, dus we doen van tevoren een onderzoek en daar doen we één kijken dus naar de impact. Life cycle analysis doen we vaak met kennisinstellingen en studenten. En ten tweede onderzoeken we ook wat is het productieproces. Wie gaat het persen, wie gaat het verwerken, wie gaat het verpakken, hoe ver is dat en wat kost dat? Op basis daarvan bepalen we hoeveel voorbestellingen zijn er dan nodig om de business case rond te krijgen. Nou, en als wij die samen vol tikken, dan gaat de producent aan de slag en die gaat het product voor ons maken. En dat betekent dat het klaar staat voor elk bedrijf om te gaan bestellen, zal ik maar zeggen. Dat is het gaafste. Als wij inderdaad nu, iedereen heeft de kans om nu in te tekenen. Dan ben je natuurlijk de eerste die zo'n product helpt creëren. Ja. En we hopen, en dat hebben we met een paar andere producten ook al gezien, als het echt een succes is en je hebt een paar eigenwijze koplovers die hier zitten die het mogelijk maken en het komt op de markt en het valt vervolgens in de smaak van het bredere publiek, nou dan creëer je een impact product, that's here to stay. En dat is heel tof als we dat samen kunnen doen. En bij deze dus de uitnodiging ook om hier meer aandacht aan te besteden op je locaties, kan met borrels, proeverijen, daar gaan we zo meteen ook lekker op locatie mee aan de slag. En een hele praktische, begin gewoon met bedrijfsfruit. En zo bouwen we op, inspireren, activeren, wat vinden jullie belangrijk. En dan gaan wij op basis van de waarden dus die jullie belangrijk vinden, positieve producten co-creëren. Ik geloof dat dat op de volgende slide staat. Yes. Dus bij deze de uitnodiging om dit traject met elkaar door te lopen. Nou, dit zijn de aanjagers, de ondersteunende factoren in het bouwen van een duurzamer voedselsysteem. Kortketenondernemingen, kennisinstellingen, gemeentes. Maar nu wil ik graag nog een moment gaan nemen om even stil te staan bij hetgeen waar het echt om gaat. Die toffe producten die je hier ziet staan. Dus we nemen een korte break. Ik zou zeggen, loop even rond, pak een sappie, een drankje. En dan laat even de vertegenwoordigers van elk van de regio's aan het woord. En wat daar speelt en een bijzonder product waar ze trots op zijn. En vervolgens lopen we vrijuit naar de proeftafel. En dan zie je van die prachtige producten al verwerkt in lekkere salades en hapjes. Dank jullie wel.